Nee. Hoe vind je zelf dat gaat? Het is mijn nieuwe look. Daar gaat ie. Hoppa. Zo. Oh. Hey. Jongens, heeft corona. En ik lekker. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ben net wakker, want ik ga in mijn bed. Zo, gaat lekker. Gaat echt top weer vandaag. Nee, ik wilde zeggen, ik ben net mijn bed uit en ik ga weer richting Haarlem, want ik ga sporten bij Hidde weer. En ik merkte net in de spiegel dat ik zeg maar elke dag bijna een pet op heb. Maar dat komt omdat mijn haar gewoon echt te lang is, dus ik moet gewoon weer even een keer naar de kapper. Maar tot die tijd heb ik gewoon lekker een petje op. Maar ik ga lekker de auto in en misschien dat ik nog even langs de Shell ga om een broodje te halen als ik daar tijd voor heb. Maar ik denk het eigenlijk niet. Leuke vent ben je. Goedemorgen Wim. Leuk dat je die camera zo. Wim is er ook weer. Wim is een tijdje weg geweest. In het weekend was hij er niet. En hij was van maandag tot en met gisteravond eigenlijk weg. Maar hij is weer terug. Maar goed, ik ga er vandoor. Sticker in vandaag. Hey, succes met sporten. Dankjewel. Zelfde, hè? Leuke fan ben je. Volgens mij is de stroom uitgevallen. Want hier en hier staan zeg maar de lampen aan voor als de stroom uitvalt. Nee. Fuck. Nee, nu moet ik naar beneden lopen. Naar beneden is niet zo erg, maar naar boven is wel leuk. Oh. Hey, komt hij nou of niet? Hey, ik ga dit hier bestellen. Moet je naar boven? Nee. Hey, doe je. Fuck. Jongens, seat positief. Ik hoef geen warming-up meer te doen. Zo, jongens, het is gelukt. Ik ben er precies om 11 uur. Yes. Hey, gasten. Ik was op tijd, hè? Ah, je was wel op tijd deze keer. Ondanks dat de stroom uit was gevallen. Nee, maar hey. ik zie jouw ding maar voorbij. Maar heb je een elektrische auto dan, of dat niet? Ja. Nee. Rijdt u elektrisch? Nee. Nee, maar ik zag je 8 minuten geleden nog een trappetje op. Ja, maar dat komt omdat ik alles zeg maar met mijn camera film en dan later online zet. Slim, hè? Ik zag 8 minuten. Ik denk, die jongen die gaat gewoon hier een kwartier te laat komen. Nee, ik ben op tijd. Ik ben gewoon op tijd. Ja, nee, op tijd is een overstatement. Op tijd zijn als je 5 minuten van tevoren. Jij komt 11:02 binnen. Wat ga je zelf een duimpje geven? Doe jij een duimpje dan? Nee. Wat vinden jouw volgers dan? Dat je altijd te laat komt. Nou, niet goed. Laatst hadden ze in de comments gezet dat ze het niet oké vonden. Maar oma vindt het ook echt totaal niet leuk. Er wordt echt opgelegd. Maar het is gewoon disrespect. Ja. Het is gewoon disrespect. Wij spreken gewoon iets af, toch? Ja, wij zijn hartstikke druk, dat zie je. Ja, dat zie je. Toen jij erover begon, moest ik al lachen. Je zou wel druk zijn en je laat ons gewoon wachten. Dat is niet normaal. Godverdomme, jij had al 5 minuten aan het ding moeten zijn, jongen! Jermo is net pas binnen, maar dan moet jij nu zeggen van, oké, jongens, we gaan beginnen. Jermo! Kom eens hier! Oké, jongens, we gaan beginnen. We gaan beginnen, hoor je dat? We gaan beginnen! Let op, een pijlwagen. Een pijlwagen! Ik ben weer onderweg naar huis. Het sporten ging vandaag bagger slecht. Ik heb nog steeds heel veel last van mijn rug, dus ik kan ook gewoon niet heel veel doen. Dus dan is het gewoon allemaal wat moeilijker, jongens. Dan gaat het gewoon allemaal wat lastiger. Maar kijk nou even wat een fantastisch hondenweer het is. Het regent. En kessen in kakketje, dan moet ze bijpakken. Dan moet ze bijpakken. Dan moet ze bijpakken. Yes! De lift doet het weer. Dat is wel echt heel chill, anders had ik zoveel trappen omhoog moeten gaan. Ja, het gaat er nou toch echt wel een keer voorkomen dat ik zoveel trappen omhoog moet. Maar goed, het is niet anders. We zitten heerlijk op de bank en we gaan lekker Mokromafia kijken. Willem heeft ook last van zijn rug. Ja. We hebben allebei last van onze rug. Dus het gaat niet goed. Maar even lekker op de bank liggen en even Mokromafia kijken. Hoe vind je zelf dat gaat? Het is mijn nieuwe look. Laat zien hoe de achterkant eruit ziet. Je lijkt serieus wel echt zo'n bodybuildertje. Hé, mijn ouders komen straks. Ik ga dit straks open. Ja, maar serieus, doe er even een leuke hoed bij aan ofzo. Ik heb geen hoed. Oh, van die fans aan de deur ook altijd. Hoop voor je dik. Waarom lukt iemand zo snik? Hé, hey, kom maar binnen. Turkensnake, Nolan. Turkens brood. Heb jij wijn? Ik heb wijn. Hoi. Maar ik dacht, waarom duurt het zo lang? Waarom zie je dit zo uit, schatje? Man, laat me dan van mezelf zijn, man. Hé, hey, goedemorgen. 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 Het is vandaag een topdag. Ik werd wakker, ik deed mijn gordijn open en ik kijk naar buiten en de zon schijnt. Verdorie zeg. Moet je eens eventjes kijken. Dit is heerlijk. Wim, dit vinden wij fijn. Dit is gewoon goed.
Het is tijd om naar Haarlem te gaan, want Willem die moet nog even zijn spullen pakken en dan gaat hij voetballen. Bas van Geuns komt ook kijken. Die ken je misschien ook wel. De ex van jaren. Zo werd hij op een gegeven moment genoemd. Maar die komt ook gezellig kijken, dat was hartstikke gezellig. Ja. Maar Wim, wat pak jij nou? Ja. Wim die heeft toch wel een beetje een katertje, dus hij denkt een pre-workoutje voor zou het werken? Ik denk het wel. Maar zou het maar heel even gaan werken? Nou, ik denk dat het zeg maar heel even werkt. En dat het daarna klaar is. Toch? Dit gaat ook niet heel lang mee. Je gaat ook je gezicht van tintelen. Nee. Ja, weet ik. We zijn bij de voetbalclub. Willem moet gaan voetballen en ga ik eens kijken of hij er wat van bakt. Maar het is koud. Het is winderig en het is koud. Zijn jullie in de vlog? Ja. Nou, wat leuk. En, maar heb je nu ook nog wat speciaals te zeggen of niet? Nee, niet echt. Nou. Jezus, die Willem, jongen. Iedereen heeft gewoon normale t-shirts aan en Willem die moet weer een thermo aan hebben. Man, man, man. Wat een weertje. Wat gezellig dat je bent gekomen, ik jongen. Vind het leuk. Kijk, wij zijn hier voor Willem natuurlijk. We moeten hem natuurlijk gewoon echt supporten. Met goed of slecht weer, jongens. Ja, nee. Wat ben jij slecht? Slecht. Vind je echt, slecht? Dankjewel. Maar wij zijn erbij voor jou in goed en slecht weer, Wim. Het is perfect. Daar gaat het. Hoppa. Zo! Oh! Hey! Die heb ik! Let's go! Wat een idioot! Wat doet hij nou? Willem! Man! Ik heb hem! Ik heb hem! In vorm! Ja, let's go! Dit is de tweede goal, jongens. Die eerste had ik niet op beeld. Jongens, ik heb corona! En ik heb lekker! Godverdomme! Domme. Dat was balen. Ruben was in Oostenrijk, zoals jullie wisten. En hij komt net thuis. En hij zegt... Joris heeft corona. Maar wie heeft nu ook corona? Ruben. Dus als wij straks thuis komen, is er een jongen met corona. Dus hoe we dat gaan doen? Geen idee. Ruben heeft corona. Wat? Ruben heeft corona. Ruben? Ja. Joris ook. Joris ook. Ja, weet ik niet. Geen idee. Ik hoor het ook pas net. Nou ja, succes. Fijne tweede helft. Nee. Ik vind het niet leuk. Ruub, coronapatiënt. Hoe is het daar binnen? Ja, super, man. Merk je iets van? Nee, hoor. Ja, je bent aan het kutten. Oké, okay, nou Ruud, ik wil jou niet meer zien de komende week. Mag een theetje? Een theetje? Je moeder. Je moeder? Oh nee, dat is ook mijn moeder. Ja, jongens, Ruben heeft dus corona, maar gelukkig wij hebben hem nog helemaal niet gezien, want hij komt terug van wintersport. En hij blijft nu gewoon de hele tijd in zijn kamer zitten en daar komt hij niet meer uit. Maar hij wil een theetje en wij moeten dus wel dus nu hem verzorgen. Bas is gezellig mee en we gaan Monopoly spelen met z'n drieën. En eten. Ik wil even wat eten. Ja, ik wil ook eten. We gaan even wat eten. Een hele goede morgen. En gisteren hebben wij te horen gekregen dat Ruben corona heeft. Dus die zit lekker op zijn kamertje. Maar we gaan even kijken hoe het met hem gaat. Ruub! Hey! Hoe is het daar? Buurman. Hoe is het daar? Lekker. Hoe bevalt de quarantaine? Prima. Ja? Ik heb nog een leuk uitje gehad. Naar de GGD. geweest. Oh, je hebt getest vanochtend? Oh ja, chill. Maar misschien heb je het ook niet, want je voelt niks toch? Of begin je wel een beetje wat te voelen al? Klopt, man. Nee, ik kijk Finn. Ik heb al corona sinds donderdag. Ik had donderdag keelpijn. Ik begon woensdagavond keelpijn, donderdag had ik echt keelpijn. Vrijdag ook nog en gisteren al niet meer. Aha. Meneer, heeft u een bestelling? Ja, ik vraag één hard broodje door het midden gezaagd. Aan de ene kant wil ik kipgrillworst met een beetje boter. Ja? Hey, luister je wel? Ja, ik luister. En op de andere wil ik kipsamba alsjeblieft. Oké. Nee, kan dat geregeld worden? Dat kan geregeld worden. Maar is dat je voorgerecht of je hoofdgerecht? Wat? Is dat je voorgerecht of je hoofdgerecht? Tussengerecht. Ah, oké. Okay. Hé, hey, maar Ruben? Ja? Wij zijn er allebei vanavond niet. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dan ga ik gewoon lekker. Dan moet jullie even boodschap voor mij doen. Dan ga ik kopen gewoon. Nee, we zijn er wel. Oké, nou, goede grap. Dat is al opgelost. Ruben, je eten staat voor de deur. Ah, lekker. Jongens, lekker. Daar komt het beestje. Daar komt het beestje. Oh, wat een mooi dier. Hij pakt het. Hij pakt het. Hij is weg. Wauw, wat een mooie verschijning, jongens. Ik had best wel een flink baardje, dus ik heb mezelf geschoren. Maar moet je kijken. Ik heb het hier nog niet geschoren. En aan deze kant wel. Maar ik dacht, misschien moet ik het gewoon zo laten. Misschien is het wel gewoon een nieuwe stilo. Goeiemorgen, jongens en meiden. Wat leuk.
dat jullie gewoon nog steeds kijken. Ik wil zeggen weer kijken, maar het is nog steeds. Want dit zit allemaal in één video. Ik moet er echt aan wennen trouwens, dat ik elke dag nu aan het vloggen ben. Ik vind het wel hartstikke leuk om te doen. Ik krijg er heel veel energie van, voor mijn gevoel. Maar goed, ik ben vandaag vroeg opgestaan. Ik was om 9 uur al in Haarlem. Ja, ik was gewoon heel vroeg wakker. En ik dacht van ja, wat ga ik doen? Toen ben ik even naar Haarlem gereden. Toen heb ik koffie gedaan op de zaak bij mijn pa. En ik ga nu, gezellig, langs mijn moeder. En dan ga ik eventjes kijken hoe het met haar gaat. Nee, Futty! Hoe is het? Ja, goed met mij. Hoe is het met jou? Mis je mij? Ja? Hoe is het? Heb je je medicijntjes geslikt al? Vandaag is het. Hey, heb je je medicijntjes al geslikt? Nee, Petit. Moet je dat wel even gaan doen, hè? Nou, gezellig dat je er weer bent, Sput. Ik ben nu onderweg naar huis weer. Maar ik moet straks om 3 uur weer, bij Healthy Bastard zijn in Haarlem. Want dan ga ik naar de fysio. Want ik heb nog steeds echt heel veel pijn aan mijn rug. En zelfs als ik in de auto zit, dan doet het al pijn. Hé, hey, jongeman. Hé, hey, jongen. Wacht, doe jij eens even je raam open. Yo. Yo. Hey. Hey, goede communicatie dit zo. Ja, dat is beter, hè? Nee, maar hé, hey, wanneer mag je eruit, denk je? Ja, het is 7 dagen vanaf dat ik de dag dat je klachten had. Oké. Okay. En je had woensdag klachten? Woensdag, ja. Woensdagavond begon het een beetje. Hé, hey, beter kom je er gewoon woensdag uit. Want dan ben ik jarig. Ja, kijk, wat mij betreft ben ik er nul uit. Maar ligt aan jullie toch? Ja, kijk, ik wil geen corona. Dus zeg maar, als je nog even tot dinsdag, woensdag wacht, dan vind ik het prima. Ik ben sowieso niet besmettelijk meer, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, maar goed. Ik heb echt gewoon geen klachten. Ik lig hier in mijn kamer gewoon... Ik wil gewoon dingen doen. Ja, dat kan even niet, Ruud. Zo. Oh. Zo, ik ben net even bij de fysio geweest en die heeft me helemaal losgemaakt. En hij heeft dry needling gedaan. En dat betekent zeg maar dat ze met een klein naaldje, eigenlijk hele kleine spiertjes waar je niet met je vingers bij kan, gaan ze helemaal zo erin prikken, zeg maar, waardoor die gaat doorbloeden en dan wordt hij los ervan. Dus dat heb ik gedaan. En hij heeft hem getaped, waardoor me met 2 grote spieren, zeg maar, van mijn rug in een goede lijn blijven staan. En dan heb ik, als het goed is, minder last. Dus dat is helemaal top. En nu ga ik weer lekker naar huis. Nou, is dat even toevallig? Hey. Ga jij sporten? Ja. Nou, lekker. Dat mag, hè. Kijk jongens, in die toren die jullie zien, daar, dat oranje gebouw, zeg maar. Zeg maar, dit oranje gebouw, daar zit mijn droomhuis. Aan de rechterkant, dat hele appartement, helemaal erbovenin. Dat lijkt me zo dik. Maar dat is geen koopappartement, het is huur. En als je het zou moeten kopen is het 1,3 miljoen of zo. Dus ik ga nog eventjes door met volgen en met muziek maken en met alles. En wie weet over een paar jaar, dat zou leuk zijn. Maar nu zit ik nog helemaal perfect in Amstelveen. Met de gasten, met de mannen. Wij hebben dus gewoon een bordenset van de IKEA gekocht. En we hadden gewoon te weinig borden. Dus wij dachten, weet je wat, we willen gewoon nog een keer dezelfde borden. Dit, wat de... Kijk. De onderkant is de bol, waardoor die... Maar je ziet het misschien niet op camera, maar je hoort het wel. Hij draait al de hele tijd rondjes. Kijk, vanaf hier zie je het heel goed. Kijk dan. Nog steeds. Wat, hoe dan? Dat zijn dan fucking slechte borden. Want ze zijn dus gewoon... Hier, hij draait nog steeds. Ja, gewoon slechte borden. Slechte borden. Zijn we eraan, man? Weet je wat, kom maar. Ja. Kom maar. Huh? Dat kan je wel editen. Nee, ik weet niet of je... Ik zo goed kan ik ook weer niet editen. Nee, maar dat je dan een zwart schermpje dan. Want je kan hem ook hier uit het raam gooien. Ja, kijk, maar, stel je zou hem hier uit het raam gooien. Nee, maar we doen het ook niet. Nee, ik wil hier langer wonen. Kijk, stel je zou hem hier uit het raam uit gooien, dan gooi je hem in het water. En kijk, we hebben bloemen. We hebben bloemen. We hadden eerst helemaal geen bloemen. Of ja, we hadden wel bloemen, die stonden eerst daar, maar we hadden geen vaas. Maar we hebben nu ook een vaas. Dus leuk hè jongens, hé. Het wordt echt een huis, het wordt echt een huis. We moeten eigenlijk hier moeten nog plankjes komen, zeg maar. Er komen dan, die fles die we hier hebben staan, komen dan zo daar te staan. Misschien nog een plantje, zeg maar, op het tweede plankje. We willen zeg maar hier een plankje doen, dan iets schuin erboven ook nog een plankje. Daar moet nog een schilderij komen, hier moet nog kunst komen. Hier wil ik ook nog een soort van dressoir hebben-achtig, een zwart houten kastje eigenlijk, waar dan deze kastjes allemaal in kunnen, zodat hier geen troep is. En dan kunnen we daar bovenop ook nog iets leuks doen. We kunnen nog genoeg doen. Dus als jullie misschien nog suggesties hebben of denken van nou, dat moet nog echt in het huis. Laat het even weten in de reacties. En misschien is het wel een hartstikke goed idee. Gaan we dat gewoon doen? Zit je lekker, jongen? Ik zit heerlijk. Oh, dat zag... Ik zag dat niet eens. Ik dacht dat je gewoon lekker in het zonnetje zat, maar je zat ook met je handje bij het zonnetje. Ja, maar dit was gewoon even lekker. Jongen, dat doe jij lekker. Moet je lekker van genieten. Maar dit zonnetje is echt top, hoor. Ja, het is lekker. En weet je, de zon...
er is ook geen wind, dus je kan ook lekker buiten zitten. Wij gaan straks ook een andere video opnemen, die komt dan een andere keer online. Maar we gaan nu een tent kopen bij de Decathlon en dan gaan we hier op het balkon slapen vanavond. 12 uur lang, dus als wij dan straks beginnen, dan ja, na 12 uur is het gewoon ongeveer nacht, zeg maar. Dus we gaan gewoon overnachten op het balkon, maar dat wordt dus een losse video zoals ik al zei. En die komt binnenkort ook gewoon online, dus hou mijn YouTube in de gaten. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes! Abonneer nou gewoon eventjes! Klik! Ik wacht. Ja? Top, oké. Maar goed, ik ga dus nu ook niet filmen dat ik naar de Decathlon ga en dat we die tent hebben gekocht. Want dat komt allemaal in de andere video, een losse video dus. Dames en heren, jongens en meisjes, wij liggen nu in de tent en die video komt binnenkort online, misschien zondag. En anders dan komt die maandag online. Maar goed, vond je nou een leuke video, laat dan een blauw duimpje achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan nog steeds lekker. En dan zie ik jullie vrijdag. Later!